VVSB-TV wordt mede mogelijk gemaakt door GoBooney. Een camper huren direct van de eigenaar. VVSB speelt weer eens op de zaterdag en dat trekt veel bekijks. En niet alleen bekijks, maar ook de Bavonen laat weer eens van zich horen. Want het hele veld staat paars-geel aan het begin van deze wedstrijd. Want VVSB speelt vandaag tegen TOGB, de nummer 3 tegen de nummer 4. En VVSB, wat de goede reeks van vorige week natuurlijk voort wil zetten, toen ze uit in Rosmalen met 1-2 wonnen. Goals kwamen toen van George en Bakker. Valk met de lange trap, Lovosang in één keer doorgespeeld. Dit is mooi voetbal van VVSB. Hier op Lovosang, de voorzet van de linksback is goed. En het is George die na 30 seconden al raak schiet ongeveer. Dat is nog de eerste minuut van de wedstrijd. En het is al een hele vroege voorsprong voor VVSB. En dat is mooi gevoetbald hoor. Het begon vanuit achteruit met Ruben Valk en dan heel snel gecombineerd. Lovosang die natuurlijk vaak een belangrijke rol heeft in de aanvallen en de goals van VVSB. En George die ook helemaal vrij staat natuurlijk om hem binnen te schieten. Gaat daar organisatorisch ook iets helemaal mis bij het TOGB. Ossen drijven naar Van Otterlo. Van Otterlo met de diepe bal. De cameraman is wat laat, maar hier is toch Van Nieuwkerk. Van Nieuwkerk die bal wordt onbedoeld verlengd. Dan is hier George. George voor zijn tweede, maar dit keer staat Zwarteveld in de weg. Goed gebruik gemaakt van de twee spitsen daar. De Rijk. Snel balletje op Lovosang. Weer zo snel gecombineerd zoals bij de eerste goal. En dit is nog veel beter wat we zien. Wat een prachtige aanval dit van VVSB. Hier is George en geen doelpunt. Binnenkant van de paal en er weer uit. Dit is een aanval die toch zeker een goal had verdiend. Want er werd heerlijk gecombineerd door VVSB. Ze zijn echt heerlijk aan het voetballen in de eerste helft. Ze zijn veel beter dan TOGB en verdienen veel meer dan een goal. Lange trap, niet verlengd. Hier is Lovosang weer. Lovosang met een goede actie stuurt daar George weg. Vlag blijft omlaag. Zwarteveld twijfelt wel heel erg. En dan is daar George die dat kansje natuurlijk niet laat liggen. En het is 2-0 voor de thuisploeg. En de tweede goal van George. Vorige week dus eentje, nu al twee. We zitten nog steeds in de eerste helft. En het draait heerlijk voor VVSB. Weer een goede bal van Lovosang met zijn tweede assist. Ook weer van de dag. De Zwarteveld twijfelt dan natuurlijk veel te veel. En dan is het George die hem eromheen speelt. En cool afmaakt. En dan ziet ook trainer Mark Schuur dat het zo niet verder kan. Het is een half uur gespeeld. En TOGB wordt helemaal gedomineerd. En dus lijken hier de eerste twee wissels al aan te gaan komen. Rous dekt door. Van Otterlo naar Van Nieuwkerk. Ai, dat ziet er daar pijnlijk uit. Rous die toch de bal had, maar ook doorgleed op Zandbergen. Dat zag eruit als een hele pijnlijke overtreding. Ja, hij kon er niet zoveel aan doen, Rous. Maar met Zandbergen gaat het echt niet goed. Want hier zijn ook de verzorgers van VVSB die erbij moeten komen. En de wedstrijd wordt dan gestaakt. Want het is echt niet goed voor Glenn Zandbergen. Scheidsrechter Kaper die dan besluit dat iedereen naar binnen moet. En Zandbergen die met een zware blessure van het veld af moet. Onder applaus van de VVSB supporters en de TOGB supporters. En dat zag er echt niet goed uit. Het spel had ongeveer 10 minuten stilgelegen. En daarna werd het weer hervat. Met hier Lovosang. Goede voorzet op Van Nieuwkerk. Maar net overgekopt. Weer een voorzet van Lovosang. Dit keer weer doorgekopt naar Onjijke. En die komt er maar net naast. Het zijn vaak die voorzetjes van Lovosang op Van Nieuwkerk die het moeten doen voor VVSB. Maar hier gaat weer George. Weer George ontsnapt aan zijn directe tegenstander. George heeft oog voor Van Nieuwkerk. En dat is een echte teamspeler, Leroy George. Want in de eerste helft is het al 3-0. En hij had zijn derde van de dag kunnen maken, Leroy George. Maar hij is niet zelfzuchtig. En speelt hem af op Van Nieuwkerk. Weer een snelle counter van VVSB die het doet. Want George is gewoon zo snel. En dus 3-0 in de rust. Dan na rust een grote kans voor TOGB. Ja, eigenlijk de eerste grote kans voor de bezoekers van de wedstrijd. Maar Leroy Zwarteveld schiet hem naast. Lange inworp van Lovosang. Verver kan hem niet raken op Van Otterlo. Oh, wat een redding zeg van keeper Zwarteveld. Op dat schot wat nog van richting werd veranderd. En dan schiet Verver hem daarna over. Een mooie redding waar ook wat geluk bij kwam kijken natuurlijk. Dan naderen we het einde van de wedstrijd. Ossendrijver maakt het zichzelf wat lastig en deze bal is ook niet goed van Otterlo.
Maar met nog 2 minuten te gaan weet VVSB natuurlijk wel dat ze de buiten al binnen hebben. Hier is Lefevre. Die schiet, het schot wordt goed geblokt door Eekhout en dan is er een counter met Van der Assem. Van der Assem ziet Halman gaan, geeft de bal ook naar Halman. Halman met zijn linker en op de lat. En zo eindigt deze wedstrijd op zaterdag in 3-0 voor VVSB. Nou zeg het maar, wat is er van een rare eerste helft? Een soort lui lekkerland voor jou denk ik hè? Nee ja, het is inderdaad lekker. 2 doelpunten gescoord, assist erbij. Belangrijk geweest voor het team, dus dat is wel lekker ja. Lat geraakt, paal geraakt, je had er eigenlijk veel meer moeten maken. Ja klopt, ik heb moeite met makkelijke ballen scoren, dus dan moet je maar een moeilijke ballen scoren. Nee ja, het is gewoon lekker voetballen met dit team. Je ziet, we kunnen gewoon heel goed voetballen. En die kansen zullen wel altijd wel komen, alleen je moet ze wel afmaken en dat was vandaag wel gebeurd ja. Maar wat was dan het verschil met de andere wedstrijden? Want het liep en de TOGB staat ook hoog. Wat was dan het verschil vandaag? Nou ja, ik denk dat we vandaag in balbezit echt gewoon geduldig waren. Juiste moment de bal vooruit spelen, juiste moment geduld bewaren. En dan zie je dat we echt gewoon heel goed kunnen voetballen. Ik denk die kans die ik had, die ik tegen de paal aanschoot, was gewoon een hele mooie aanval. En ja, helaas maak ik hem niet af. Maar ja, al met al hebben we de 3 punten binnen. Er waren heel veel mooie aanvallen. Ja, die werden niet altijd afgemaakt, maar het zag er gewoon heel mooi uit. Nee, klopt. Het gaat lekker. We hebben vertrouwen in elkaar. We kennen onze kwaliteiten. En onze kwaliteit is gewoon het balletje rond laten gaan. En dan kansen creëren en een doelpunt te maken. Wat zit er nog in het vat voor VVSB dit seizoen? Nou ja, we doen gewoon elke wedstrijd doen we gewoon onze ding. En dan zien we wel waar we belanden. Okay. En hoe vaak heb jij 2 goals gemaakt en het zo naar je zin gehad vandaag? 2 goals kan ik niet meer herinneren. Maar ik heb het altijd naar mijn zin als ik op het veld sta. Dus. Dus ook vandaag. Ja, dus ook vandaag, ja.